Zo, Frank, welkom in deze Kia. Ja, heerlijk. En ik kan zeggen mijn Kia, maar dat is het niet. Het is een Kia van collega Marco. Doet hij goed. Ja. En ik mag het weekend meenemen van hem. Oh, dat is... Ben gezegend. Fijn weekend terug toe. Dit is de gefacelifte Kia Ceed. Ja. Dus niet all nieuw, maar een beetje nieuw. Ja. En voor mij heeft hij er twee andere auto's bij. Ik geloof een Seat Leon en een Mazda 3, als ik wel heb. Leuk spul. Een mooi nieuw vergelijk toe. Absoluut. Alle drie wel aardige auto's in deze tijd. Maar wij hebben een spiegel. Ja. Kia, ik mag dat allemaal wel. Ze komen van ver, hè? Ja, zeker. Ze komen van ver. Ik weet weer nog te herinneren, dat is grappig. Dat heb ik ook vaak genoeg gezegd, dat Kia in het lijn begon groot geworden is. Maar ik weet nog uit mijn tijd dat ik bij de BOVAG werkte. Toen was ik bij... Jij bij de BOVAG gewerkt? Bij de BOVAG gewerkt, ja, voordat ik journalist werd. En ik zat bij de NDA, dat was toen de afdeling die de belangen behartigde van de merkdealers. Ja, Nederlandse Dealer Associatie. Ja. Ja, en zo zat ik ook in het bestuur, schoof ik elk kwartaal aan. En het bestuur zat van elk merk zat de voorzitter van de dealervereniging van dat merk zat dan weer in het bestuur. En dat helemaal bovenaan, op het troon, op de apenrots, zat Leo Knijn. Dat was de Mercedes dealer. Die vond zichzelf geweldig en zijn merk was geweldig en alles daaronder was... Een beetje de Hilversum en die omstreken Soest en zo, of nee? Ja, Hilversum en Leo Knijn. Die keek mijlen. Op een gegeven moment was Kia groot genoeg om een eigen zetel te krijgen in het bestuur. En toen kwam er een meneer, een dealer van Kia, ik weet zijn naam niet meer, die kwam daar tussen al die heren met sigaren. En Knijn keek mijlenver neer op die meneer van dat Koreaanse merkje. Kai, zei hij ook altijd. Als het schooljongens, pesterij, hij sprak het steeds verkeerd uit. Maar ik zou Knijn graag een keertje bij zijn nekvel hebben gepakt om te laten zien hoe Kai het tegenwoordig doet. Ja, die is al de top 3 speler in Nederland, hè? Nou ja, gisteren zat ik de verkoopcijfers van september uit te werken. Maar ja, de Niro op 1, de Picanto op 2, Kia als merk op 1. Het is echt gigantisch, hoor. Ja, nee, bijzonder knap. Het is, je moet zeggen, niet meer... Over welk jaar praat ongeveer? Kan je dat ruwweg zeggen? Zonder je al jouw leeftijd te verklappen. Met meneer Knijn? Ja, dat was net voor de eeuwwisseling, denk ik. Eind jaren 90. Ja, zoiets, eind jaren 90. Ja, net voor de Sorento en de Sportage Boost van 2004. Precies. Zeg maar. Ja. Nou ja, terwijl dat die meneer Knijn, zijn Mercedes-dealer, zijn voor mij overgenomen door de Stern Groep ooit. Ja, ik geloof niet dat de Stern heel enthousiast was over de financiële wanorde die ze daar aantroffen. Nee, dus, maar meneer Knijn die heeft zichzelf wel een beetje in zijn eigen voet geschoten uiteindelijk. Ja. Ja, en Kia, deze Ceed, ik heb de introductie ook nog gedaan. Is een auto waar op bijna Volkswagen Golf idee heel weinig mis mee is. Hè. Het is niet de meest wilde, sprankelende auto, maar hij rijdt goed, ziet er goed uit. Alles, ergonomie is goed. Ja. En al snel krijg je een fijne aanbieding. Want het is altijd moeilijker dan het lijkt om gewoon alles goed te doen. Helemaal goed. Kortom, Kia heeft zijn veer weer in zijn tuut. Ja. Op naar de volgende. Ja. Over meneer Knijn gesproken. Ik dacht van de week, wat zou meneer Knijn vinden van VinFast? Ik kan zo, moet je hem even helpen, maar ik weet toevallig omdat jij daar een mooie video over hebt gemaakt. Ik was vorige week bij VinFast. Dat is een nieuw merk uit Vietnam. En een Vietnamese automerk. Ja. En nou, natuurlijk snap je de skepsis die nu iedereen op komt borrelen, maar daar wil ik toch een kleine kanttekening bij plaatsen. Want het is wel, er zit wel, wordt er serieus aan gewerkt. Hè? Wie denkt, wat de hel is VinFast? Nou, het komt uit Vietnam, zoals ik al zei. Dat is op zich al bijzonder. Daar komen niet zoveel auto's vandaan. Mm-hmm. Maar het is wel, VinFast is een automerk van de Vingroep. En de Vingroep is in Vietnam de grootste particuliere onderneming. Die zitten in de handel, in de industrie, in de dienstverlening. Hebben zelfs ziekenhuizen en pretparken, of vakantieparken, geloof ik. Ja. En die gaan dus auto's bouwen. Hun grote credo bij alles wat ze doen is van, we willen het leven van de Vietnamezen een beetje beter maken. Nou, daar wordt ook een goede auto bij. Dus. Zijn ze nog communistisch daar eigenlijk? Dat weet ik niet precies. Een beetje half, hè? Denk ik. Ja, een beetje halfslachtig. Maar goed, de VinFast, en dat moet je zijn, dat is één punt. En bovendien, ze hebben als CEO aangetrokken Michael Loescheller. En dat is de voormalige, die heeft 6 jaar lang Opel geleid. Dus dat is een man die wel weet waar hij mee bezig is. Dus die pakt ook niet zomaar zijn biezen om naar Hanoi te vertrekken als het allemaal niks is. Dus ik heb toch wel een beetje vertrouwen. En ik ben er ook met mensen gesproken die de Europese introductie gaan doen. En dat zijn voor het grootste deel mensen die van Tesla afkomstig zijn. Okay. Dus ze hebben ook aardig het budget om al die personen binnen te halen. Ja. Ze gaan zelfs naar Amerika, gaan ze ook met hun auto's. En dat vind ik op zich al gewaagd. Er is een generatie Amerikanen die bij de naam Vietnam wat een vieze smaak in de mond krijgt. Ja, misschien is dat het aflaat, weet je. Ik koop een Vietnamese auto en dan heb ik heel goed gemaakt. Dat zal niet, Voor 10 auto's, 1 kilo napalm, 10 auto's, zeg maar. Dat is een beetje de aflaat. Dus. Maar en wat voor model gaan ze mee komen? Wanneer in Nederland kunnen we zo'n ding verwachten? Nou, ze willen... Ik heb hem gezien, ik heb erin gezeten, ik heb hem gevoeld, et cetera, gefilmd. Maar ik mag er nog niks over zeggen. Dat is allemaal embargo. Het is zelfs zo zwaar embargo dat ik niet eens mag vertellen wanneer het embargo vervalt. Oh ja. Maar zoals de Fransen dat zeggen, c'est pas demain la veille. Oftewel, het is morgen zal niet de dag ervoor zijn.
Maar ja, de renders die we al hebben, die dit nu het nummer bestaan, die zijn wel heel dichtbij wat ik gezien heb. Dat zit bij ons zo goed als dat wat het is. Okay. Het is een hele mooie, tenminste voor een SUV, ik hou niet zo van die auto's, het crossovers, maar het is een hele mooie crossover. Een beetje Porsche Macan-achtig aan profiel. Okay. En allemaal voor elektrisch, hè? Allemaal volledig elektrisch, ja. En er komt nog een hele grote Vinfast. Die is wel wat erg Amerikaans. Groot en protserig, maar wel enorm. En ja, het ziet er gewoon echt goed uit. Het enige waar ik een beetje bedenking bij heb, is het logo. Want als je bedenkt dat Polestar al gezeik heeft gehad met Citroën vanwege het logo. Ja. Nou ja, dat wij nog de dubbele chevron die met de punten naar elkaar aan een kwartslag zijn gedraaid. Maar het logo van Vinfast, dat is gewoon de dubbele chevron met elkaar gedouwd en 180 graden gedraaid. Nee. Dus als je een Vinfast op zijn dak legt, dan krijg je meteen alle merkenrechten advocaten van Citroën op je dak. Ja. Nou, afwachten. Hey, en wat wordt hun unique selling point? Dan wordt het overspoeld met elektrische auto's van de bestaande merken en van een hoop nieuwe merken uit China onder meer. En er komt dit merk dan bij. Dus, dus wat wordt hun onderscheidend vermogen? Nou, goede vraag. Die heb ik daarom ook al gesteld, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Oh. Nee, het is een goede auto maakt, het is een mooie auto. En ja, het moet natuurlijk op prijs worden. Het is een mooie auto. Er is natuurlijk genoeg van de gerenommeerde merken. En dan als mensen de keuze hebben tussen een Vinfast of een, nou, piep, vul zelf maar in. Dan zal men al gauw voor een gerenommeerd merk kiezen natuurlijk. Nee, lijkt me ook. Nou ja, ze hebben wel van een aardig nieuwe markt misschien in Engeland. Want ik las dat ze, er speelt ook een tijdje al dat er brandstoftekorten zijn her en der bij de pompen. Wat ook weer, ik geloof, deels te maken heeft met gebrek aan truckers. Hè, wat weer te maken heeft met de Brexit. Ja. Goed idee was dat. Ja, zeker. Ja, als iemand daar van tevoren had gezegd dat dit soort problemen zouden kunnen ontstaan. Ik was in Engeland tijdens de Brexit en deze verkiezingen bij Goodwood. En ik dacht er nog van, jullie zijn gek geworden. Ik zag in mijn gedachten zag ze een Onslo met een gescheurd hemd en een blik bier in zijn klauwen en een sigaret in de andere. Fuck Europe. En ondertussen, weet je wel, nou ja. Wat voor auto reed hij met die rookwolk? Ik ben niet zo goed in Onslo, die reed in een Ford Cortina. Dat is een Engelse Taunus, zeg maar. Ja. Ja, de briljante tijd. Schept een band het rekening tijd wegrijden. Was heerlijk. Nee, maar daardoor is dus wel, het zou je niet verbazen, een verhoogde vraag naar elektrische auto's. Ja. Wat doe je als je geen benzine meer kan krijgen? Dan ga je maar elektrisch rijden. Ja, ja. Wat ik een beetje korter de bocht is. Want ja, ik bedoel, het is geen brandstoftekort omdat de olievoorraden van de wereld op zijn. Ik bedoel, er zijn even te weinig chauffeurs. En ja, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je geeft een paar mensen een groot rijbewijs. Dat is volgens mij komen nogal wat Afghaanse tolken deze kant uit. Dat schijnt ook weer lang te duren. Want ook daar hebben ze weer een wachtrij met het goedkeuren van de rijbewijslicenties van maanden en zo. Dus het is een soort probleem wat elkaar heerlijk overkomend in stand houdt, zeg maar. Nou ja, goed als het die mensen op die idee brengt om wat meer elektrisch te rijden. Op dit moment is in Engeland, las ik zo'n 9% van de auto's die nu verkocht worden, zijn elektrisch. Dat klinkt best veel, maar het is toch lang niet wat Nederland doet. Hè. Wij zitten op dit moment een beetje met horten en stoten. Want veel van die auto's uit Tesla en Hyundai, Kia, die komen golven. Maar we zitten opnieuw nieuw. De nieuwe verkoop schommelt een beetje tussen de 15 en de 19% marktaandeel elektrische auto's of nieuwe verkoop of lease. Nee, eens is het veel, maar daarnaast is het nog van de nieuwe auto's nog 80%. En dan heb je ongeveer voor mij 15 jaar nodig om een heel bestaand wagenpark te vervangen. Dus het duurt gaat allemaal nog even duren. Dat duurt nog even. Maar deze Kia hier waar ik in zit, dat is ook gewoon benzine. Het is een mild hybrid, maar er komt geen stekker aan te pas. Ja. Ik ben vanmorgen heerlijk op pure benzine. Ben ik zelfs op 98 ben ik hier gaan rijden. Mijn oude MX-50 gaat gewoon echt spullen en niet die vrede rommel. Maar die zal wel zuinig zijn met dat gewicht, denk ik. Die is zuinig. Ja, sterker nog, sinds ik 98 tank. Ik weet niet of het alleen maar daar aan ligt, maar ik zat op 12 van 1 op 12,5 ongeveer altijd. Maar sinds ik 98 tank zit ik op 1,14, bijna 1 op 15. Dus misschien is het mijn leeftijd dat ik wel eens een oude lul begin te rijden. Maar misschien dat die 98 ook wel doet, hoor. Ja, nou ja, conclusie ding. Wil je echt wat doen voor het milieu? Koop gewoon een Mazda MX-5. Precies, op 98 laten rijden. Oké, nou, ik denk dat we wel zijn. Dus mensen, kijkers, veel plezier. Ik neem deze auto zo mee naar Brabant. En ik wens jullie een heel fijn weekend. En tot de volgende keer maar weer. Geniet van jullie weekend. Dag.